Ja, vandaag hebben we de bouwvergunning gelanceerd die online staat. Ook de drank- en horecavergunning. We hebben ook de APK-vergunningen online geplaatst. Precario-vergunning en verschillende andere vergunningen die we hebben, hebben we vandaag gelanceerd. Dat betekent mensen kunnen online op onze website gaan. En daar kunnen ze hun aanvraag doen voor een bouwvergunning. Of voor bijvoorbeeld een ventvergunning kan ook online worden gedaan nu op onze website. Het is een belangrijke stap die vandaag genomen is om onze diensten beter op te zetten voor de mensen, zodat we beter van dienst kunnen zijn voor de bevolking. En dit is zeker een stap om onze als OLB toegankelijker te worden voor de mensen, maar ook efficiënter te werken en op een transparante manier omgaan met onze processen. Laten we zo zeggen, dit is een klein of alleen maar een gedeelte van een hele grote plan die jullie hebben. Ja, het is zeker een deel. Onze visie is om OLB volledig digitaal te plaatsen, zodat mensen makkelijk bij ons kunnen komen, maar ook hun aanvragen kunnen doen wanneer ze dat willen. Maar ook stap is ook om een service center te creëren waar alle diensten van de overheid op één centrale locatie zijn. Dus dat betekent dat iemand binnen kan komen en op diezelfde locatie kan hij verschillende diensten van de OLB krijgen. Dus dat betekent bijvoorbeeld zijn aanvraag voor een bouwvergunning, maar ook meteen zijn betaling van zijn nummerplaat bijvoorbeeld kan op diezelfde locatie plaatsvinden. Dus dat is een belangrijke stap die in 2022 wordt gemaakt om naar een beter service te gaan voor wat betreft de overheid. En daarna zijn er ook plannen bijvoorbeeld een soort mijnoverheid te creëren, de Mi Bonero, waar we dan samenwerken met RCN daarop, om alle diensten van OLB, maar ook die van RCN, op die platform te krijgen. Dat betekent dat iemand daarop kan gaan en al zijn gegevens, informatie kan verkrijgen uit die systeem. Dus dat zijn de stappen die we hebben gemaakt nu en ook de stappen die genomen worden de komende jaar voor wat betreft digitalisering en dienstverlening. We hebben vandaag ook een hele mooie nieuwe website gezien. Ja, het is een website die we gelanceerd hebben in april, maar het is nu geüpdate met alle vergunningen, maar ook voor informatie. Daar, als je daarop gaat, krijg je video's die je precies wijzen wat je precies moet doen, wat zijn de stappen die je moet nemen om bijvoorbeeld een aanvraag voor een vestigingsvergunning te doen. Dat is, zo kunnen we als overheid mensen ook beter informeren en meenemen in het hele traject. We weten dat niet iedereen de hele digitalisering en modernisering leuk vindt, maar we moeten mensen helpen om daarmee om te gaan, hoe ze dat precies moeten doen. En zo creëren we dat. We houden ook de locaties nog open, dus mensen kunnen natuurlijk ook bij een loket gaan om daar informatie te krijgen of om een aanvraag te doen. Dus dat blijft gewoon toch wel open.